Ik ben Griet Hoet, ik ben 44 jaar, ik ben wielrenster en ik werd in oktober wereldkampioen te Parijs op het baanwielrennen, de kilometer en de sprint. Ik doe dit niet alleen, ik doe dit samen met Annelien Monsieur. Zij heeft mij overtuigd om deze uitdaging aan te gaan en het is dankzij haar dat ik nu sta waar ik sta. We doen dit letterlijk samen, want we fietsen op een tandem. Annelien is de piloot en zit vooraan. Ik ben de stoker en zit achteraan omdat ik slechtziend ben. Ik ben geboren met de oogziekte retinitis pigmentosa. Toen ik 28 jaar ongeveer was, bleek dat mijn gezichtsveld helemaal vernauwd werd en dat ik nog 5% voor mij zie. Wereldkampioen worden is een onbeschrijfelijk gevoel, een kinderlijke vreugde die vrijkomt en kan het met niks vergelijken. In de G-sport wordt er vaak gekeken naar de beperking die mensen hebben, maar eigenlijk moet je niet naar de beperking kijken, maar naar de kansen die het biedt. En je moet die kansen eigenlijk grijpen met je twee handen.